Hoe introduceer je iets waar niemand op zit te wachten? Of het nu de media is, de reiziger zelf, de politiek, de falende techniek, de overchipkaart is niet gewenst. En NS is bij elk hersblaadje de nationale pispaal. Dan is het onverstandig om als NS tegen de stroom van kritiek in te roepen dat de overchipkaart een fantastisch fenomeen is. Nee, dan is het beter om mensen te zoeken die pionier willen zijn, om de kaart in de praktijk te testen. Ontdekkingsreizigers, als het ware. Alle bevindingen, goede maar ook slechte, worden gedeeld op het online pioniersplatform ikchip.nl. Met alle opgedane kennis uit fase 1 creëren we een open podium waarop duidelijk wordt dat niets moet, maar dat wel steeds meer mensen om zijn. Er ontstaat een positieve spiraal, aangevoerd door de korte krachtige oproep Ga om. Steeds meer gemaksreizigers ontdekken de voordelen van de trein. David bijvoorbeeld, die net om is naar de OV-chipkaart. Net als Latif en Rachid, Ruben, Julie, maar Romero? Romero nog niet. Tja, Romero, ontdek ook het gemak van de OV-chipkaart. Bent u al om? Ontdek ook het gemak van treinreizen met de OV-chipkaart op ns.nl/om. Er blijft ruimte voor twijfels of bezwaren, maar die wordt vanzelf steeds kleiner. Steeds meer mensen kiezen voor de OV-chipkaart. Bent u al om, meneer? Om? Hoezo? Om. Oké. Okay. En jij dan? Ben jij al om? Ja, tuurlijk. Want nu hoef ik niet meer elke keer langs die kaartautomaat. En dat is ideaal voor mij, want ik ben altijd te laat. Oh, nu eigenlijk ook een beetje, dus doei. U hoort het. Steeds meer mensen gaan om. Ontdek ook het gemak van de OV-chipkaart. Kijk op ns.nl/om. Ga mee. Steeds meer treinreizigers gaan om. Er zijn inmiddels zoveel mensen om dat dat op zich al reden wordt om ook om te gaan. Met andere woorden, ga ook om.